De bladeren verkleuren, kastanjes vallen van de bomen en de wind wordt wat guurder. Het is duidelijk dat de herfst zijn intrede heeft gedaan. In het natuurwandelboek Op Stap staan allerlei tips en trucs om deze herfst en winter een mooie wandeling te maken. In samenwerking met natuurmonumenten werden de leukste natuurroutes verzameld. Bij het Selexyz Broese in Utrecht werd een voorproefje genomen op wat je allemaal kunt vinden tijdens zo'n wandeling. Kinderen mochten namelijk een echte uilenbraakbal pluizen. Dit was dus een hele uilenbal. En daar kunnen wij aan de hand van de muizen aan de kaken zien welk beest erin zat. En het is nog een beetje een smerige rommeltje. En dat is alleen te zien aan de kaken? Ja, je kan alleen aan de onderkaak en aan de bovenkaak kun je zien welke muis het geweest is. En dit beest heeft duidelijk knipkiezen. En dan kun je aan de vorm van de knipkies kun je zien welke soort het is. Dit is een veldmuis, dat kun je duidelijk zien. Wat er in de bal zit zijn de kaken en de haren. Okay. Of de veer als de vogel is geweest. Maar als ik het goed begrijp, dan eet zo'n uil eigenlijk een heel dier op. Meerdere zelfs. En dan gaat in één keer naar binnen? Enkele per dag. Nou, niet helemaal in één keer. Hij eet wel alles op. Maar hij rukt hem eigenlijk als het ware uit elkaar. En hoe vaak kom je nou zo'n uilenbal tegen tijdens zo'n herfstwandeling? Ja, dat hangt er helemaal vanaf waar je gaat wandelen en hoe goed je kan zoeken. Maar in een bos bijvoorbeeld? Dan zou je nou een bosuil moeten zoeken. Die kans is heel klein. Omdat een bosuil die zit niet op dezelfde plek de hele tijd. Die zit dan een keer hier en dan een keer twee bomen verderop en dan weer 5 bomen verderop. Dus dan vind je verspreid door het bos kan je uilenballen vinden. Nou, een ransuil is wat makkelijker. Dat is een uil die zit in het boerenland, in kleine bosjes. En die zitten vaak met grote groepen bij elkaar, zogenaamde roestplekken. En daar kun je dus een hele hoop ballen vinden. Vind je het nou niet een beetje vies? Oh, een beetje. Een beetje wel. Ga wel goed je handen wassen straks, hè? Ja. Allemaal weg, denk ik.